Ja, dames en heren, hier zijn we dan weer. Stef is op reis. Stef zit nou niet in Japan, niet in China, niet in Turkije, niet in Duitsland. Maar ja, de drie maraden in Emmen. Je vraagt je natuurlijk af, waarom zit hij in Emmen? Nou, zal ik je eens even goed vertellen. Stef is bezig met een cursus. Een cursus van Fielman Brillen. Dus je moet een beetje studeren hier, hè? 2 weken lang. Ik ga nou even de gang op. Ik ga even naar een collegaatje van me. Kijken wat hij doet, want ik ben me een beetje aan het vervelen. Dus ik ga eens even koekeloeren wat daar aan het gaande is. Tot zo. Nou, dit is mijn kamernummer. De giraf. Wauw. Nou, eens even kijken waar die gabber is. In die turen, bitte. We hebben de deur maar niet gekocht. Hey, kijk eens mensen van een goed leven. Wie hebben we daar? Onze racekevers. Wat is gebeurd daar? Hey, dames en heren, u ziet het. Dennis is bezig met zijn knop aan het spelen. Ik ga helaas niet het beeld laten zien wat onder hem gebeurt, want het is een beetje goor. Dan zitten ze gewoon met z'n tweeën met een knop te spelen. Oh, dat is niet te geloven. Heerlijk, joh. Oh, shit, hé. Ik heb moet je kijken, hé. Het knast nu nog een beetje tussen het aan de... Ja, u ziet het, dames en heren. Dit zijn wrede taferelen hier in een hotel in Emmen. En we zien jullie straks weer. We gaan al even kijken wat de dames aan het doen zijn beneden. Dus stay tuned. Tot zo. Hey! Kijk dat aan, jongen. Kom maar, ja, dames en heren, u ziet het. Hier is Mustafa. Onze hooggeschoolde vielmanner. Ja, hij weet alles van brillen. Hè? Noem de hoek. Noem eens wat op. De hoek is van Fielman. Nou, noem er eens één op. Nou, in het kort zou het voordelig. Ja! Voordelig. Je ziet het, je ziet het. Zo. Waar was je aan het kijken, jongen? Voetbal. Eurosport. Goh! Goh! Topscorers van de week. Jezus! Henri. Eens even kijken hoe laat het is. 10:30. Er staat dus 7 minuten achter. 10:30 al. 10:30. Dus hier gebeurt het allemaal. Hier gebeurt het allemaal, ja. Dit is het bedje waar je elke avond je dutje doet. Ja. onder andere, ja. Ik ga eens even beneden kijken wat de dames aan het doen zijn. Is het goed? Ja? Oké, dan. Hé, de ballen. We gaan even gluren, dames en heren. Heb je 5 keer gewonnen? Nee, omdat ze 2 dingen heeft. Was Rick dan? Rick? Ja. Rick zit met Dennis op bed. Oké. Ze zijn allebei met hun joystick aan het spelen. Ja, ze maakt veel plezier aan, toch? Ja. Hij bewaart nog wat voor jou, Sadie. Dat geht niet. Hoe stop je dan met de 4? 4 moest wel. Ach zo, natuurlijk. Dat zijn er 6. Ja, zoals u zag, dames en heren, iedereen vermaakt zich een beetje hier op hun eigen manier. Het is nou een beetje laat, het is nou ongeveer 10:30. Ik denk dat ik maar eens even tv ga kijken en dan in slaap ga vallen. En morgen zullen jullie de andere cursisten zien. Dus tot morgen. Welterusten. Ja, dames en heren, we gaan al even kijken waar wij de cursus krijgen. Hier heb je onze assistent Dennis.
Dennis, wijs ons even aan wat we hier doen. Nou, het is een bloemen.